hij gaat met zijn sloffen komen om tegen u te discussiëren. Dat is heel simpel. Ik kies. Jij moet het erbij neerleggen. Ja. Stel, je gaat op date. Je neemt alle twee uw ma mee. Hey. Hallo. En alleen zij mag praten. Aan de ene kant Attie, 22 en harde tante, want ze werkt bij justitie. Volgens haar ma zoekt ze iemand die haar sterk karakter wat tegenwind kan geven. En over wind gesproken, aan de andere kant, gasboeteschrijver Pieter, stadswachter. Maar ja, gas en wind, snapte? Oké. Pieter is op zoek naar iemand om samen mee op avontuur te gaan. Dat is mama's kindjes. Als ze nog een stuk jonger was, zei ze altijd: mama, ik wil graag een jonge moeder zijn. Ik wil graag kinderen op mijn 25. Ik zeg tegen haar: je gaat nu wel al een beetje moeten beginnen. Als we iemand gingen bezoeken in het ziekenhuis, dan moest ik voordat we naar huis gaan met haar naar de kleine kindjes gaan kijken. En je zou graag eentje meegenomen hebben. Hè. Is uw zoon gesteld op kinderen? Zeker wel. Het feit dat hij ook voor zijn twee honden zorgt, alleen dat zorgzame enorm in zich heeft. Hè. 2 jaar geleden heeft hij een cursus hondentrainer gedaan. Ja. In die zin heeft hij dan, er zich in verdiept. Dus. Wat zoekt uw zoon eigenlijk in een meisje? Dat ze een beetje avonturierlijk is. Mm-hmm. Ook iemand die vooral vooruit wil in het leven, omdat dat bij hem ook wel heel hard is. Niet gewoon zo ter plaatse blijven trappelen. Allee, ja. Hij werkt bij de stad Antwerpen als gemeenschapswacht. Dus dat is ook mijn gasboetes uitschrijven. Heb jij ooit al een boete gekregen, een gasboete? Nee. Niet bij mij weten. Ja, ze mag zelf niet antwoorden. Ja, dat komt misschien ze goed zelf uit. Op justitie. Maar is dat een brave? Een hele brave. Al van toen ze klein was. Echt waar. Het brave meisje. Hm? Als je nu niet moet gaan werken, wat doet ze dan graag? Ze slaapt graag uit. Ja, ze moet ook vroeg opstaan in de week. En de zaterdag en de zondag moeten ze niet verwachten bij de ouders, want dan is ze op stap. Pieter, in het weekend gaat hij veel uit. Hij gaat wel graag uit en hij drinkt ook wel eens graag een pintje. Ja. Hij wordt dan ook zo heel open. Hè? Ja. Als ze met vrienden is en met de PlayStation is zo karaoke. Sorry, jongen. Ik kan het vertellen. Het is een karaoke en dat is echt wel al te gieren. Kan Pieter goed zingen? No comment. Ik denk dat het vooral om plezier gaat, niet om de juiste toon. Had dit haar sterke kanten? Dat een betrouwbaar iemand is. Ja. Ze gaat ook niet met manier van spreken iedere week iemand anders. Nee, van. Alhoewel zal ze de kans daarvoor hebben. Nou werd het embarrassing. Ze heeft wel een heel sterk karakter. Ze moet een beetje tegenwind hebben. Moet iemand zijn die haar een beetje kan temmen. Uniform aan en dat komt goed. Geef dat pasje maar. Wat zijn Pieter zijn zwakke punten? Dat is dat hij soms dingen eruit flapt zonder eerst na te denken. En misschien eerst tot 10 tellen en dan iets zeggen. Ja. Ik denk dat hij bij 2 al stopt met tellen. Ik heb iets mee van Pieter. Ons tijgertje. Die heeft hem al vanaf hij een paar weken oud was. Die gaat overal mee. Hij is ook mee verhuisd. Ik heb iets mee. Nemo. Hier is ze. Kijk nu. De eerste keer dat we naar de Belgische kust gingen met Atitaya, hadden we haar op een badhanddoek gezet in het zand. En ze is op die nantoek blijven zitten. En ze wou van nantoek niet af, want ze durfde met haar voetjes niet in het zand. Ik weet niet of Pieter misschien nog iets wilt vragen. Wat kan jou boos maken? Oneerlijkheid. Dat kan haar doen ontploffen. En als ze ontploft, dan heb je het geweten. Ja. Oké. Als er iets oneerlijk gebeurt of iemand is oneerlijk met haar, dan zwijgt ze voor niemand. Ja. Zelfs voor de koning niet. Kijk. Wat is een afknapper voor Pieter? Iemand die geen eigen mening kan vormen. Ik denk dat dat wel een afknapper is. Dan zal het geen probleem zijn, want Atitaya heeft een eigen mening. Dat had ik ook begrepen. Dus. Zullen ze een cupcake krijgen en dus alleen op date gaan? Dat beslist mama. Krijgen ze er geen, dan vindt mama de tegenpartij niet geschikt voor zoon of dochterlief. Oh. Ja.
ik ben niet goed genoeg. Nee. Ja, mama heeft beslist, ik heb niks gezegd. Ja, oké. Jammer. Het was toch aangenaam om je niet te leren kennen, wel te leren kennen. Oké. Prima. Sorry. Geen probleem. Nee. Salutjes. Salut. Ja, is wel jammer. Ja, ik had het misschien anders verwacht, man. Het is zo,